Het ongeluk gebeurde in de nacht van 6 op 6 juni 2008. De speedboot met 6 mensen aan boord veer in het Prinses Margrietkanaal tussen Grauw en Watten met hoge snelheid. Ze helden in een bocht een vrachtschip in en kwamen in opvaring met een oorvrachtschip. Bij het ongeluk kwam een 42-jarige man uit Jellem om het lippen en rek een ooropvarende slim verwoenen. De man had de straf opgelegd kregen voor het net voorzichtig varen. Voor het varen onder invloed van alcohol is er vrijsprutsen, omdat nevens de rechter dat onderziek net goed dien is. De man werd eerder al veroordeeld in 2010, maar nadat hij in beroep ging bij de hegerie, was het gerechtshof de zaak uitwaan.